genomineerd voor de Jonge Ondernemersprijs 2015. Hein Genen en Judith Spierings. Genen Gardening. Wij zijn Hein Genen en Judith Spierings. We hebben een hoveniersbedrijf wat ook samenwerkt met mensen die een beperking hebben. En met deze mensen gaan wij 1 op 1 of 1 op 2 in de tuin. We hebben 1 vaste medewerker. We hebben 3 stagiaires en 3 vrijwilligers. Mijn ervaring met de doelgroep waar wij mee mogen werken is dat ik al 14 jaar bij Stichting Dichterbij werk met heel veel plezier. Verschillende doelgroepen daarop mogen begeleiden. Dus verschillend qua niveau, qua leeftijd. En ja, daar ligt toch wel echt mijn passie. Het bedrijf is ontstaan doordat wij dachten dat hetgeen waar wij allebei goed in waren, dus het begeleiden van mensen en het hovenieren, dat wel een hele leuke combinatie zou zijn om samen te voegen. Ik had nog niet zoveel ervaring, eigenlijk nog helemaal niet, om met de jongens zo te werken. Dus ik moest al gecoacht worden door Judith. En dat was heel moeilijk, want hij vond daar toch eigenlijk wel helemaal niks. Maar dat maakte ook meteen dat wij moesten gaan samenwerken. En dat is echt wel heel goed geweest voor de verdere uitrol van ons bedrijf. De eerste keer dat ze hier komen bij ons, komen ze meestal met hoofd omlaag binnen. En na een half jaar dan hebben ze het zover. Dat ze gewoon vrolijk zijn en hoofd omhoog en gaan. We zijn gewoon een gewoon hoveniersbedrijf met bijzondere jongens. En dat stralen ze ook uit. We werken met stempelkaarten. De eentje is voor snoeischaar sparen, de andere voor weekendje. Het gevoel wat dat ons geeft om de jongens zien op te bloeien, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat is ook hetgeen waarom wij het doen. We vinden het helemaal geweldig dat we genomineerd zijn. Dat is ook mede door de jongens die bij ons werken. Omdat die zo goed gewerkt hebben, ja, draait het bedrijf ook zo goed. Ik vind het zo mooi om te zien hoe die jongens bij ons groeien, de glimlach. Ja, dat is onbetaalbaar. Over Hein Genen en Judith Spierings zegt de jury: met beide benen op de grond, oprecht en enorm betrokken.